In Nederland wordt jaarlijks ruim 700 miljoen kilo kaas gemaakt. Ruim 30 miljoen kilo daarvan gaat om de een of andere reden naar een verwerkingsbedrijf. Een van die bedrijven is A&D Cheese Trade in Leeuwarden. We kunnen bepaalde verpakkingen uitpakken en in bulk verpakken, zodat het handzaam is voor de verwerkende industrie. Vanwege de leeftijd, zeg maar, heeft zich daar wat zoutvorming op gevormd. Ja, en dat wil men dus zo niet verwerken, zeg maar. En aan de hand daarvan spuiten wij onder hoge druk, spuiten we, zeg maar, die zoutlaag spuiten wij eraf. En dan hou je dus een heel mooi stuk blanke kaas over, wat prima in te zetten is voor de raspen voor de smelt. En hier pakken we de kleine verpakkingen uit en die verpakken we in bulkverpakking in het vacuüm. Het vacuüm zorgt er eigenlijk voor dat je een langere houdbaarheid genereert, zodat degene die het kan verwerken tot smeltkaas het langer kan inzetten, langer kan gebruiken. En hier zijn we in de spuiterij. Als eerste wordt de kaas in het water gelegd. Dan moet hij ongeveer een aantal uurtjes in weken. Wat we hier doen is dat we de kaascoating verwijderen door middel van hoge druk. Kaas die dus uit de fabriek komt, heeft van zichzelf nog geen beschermlaag. En dient dus beschermd te worden tegen invloeden van buitenaf. Hiervoor gebruiken wij een coat. En deze coat die brengen wij aan op de kaas om hem langer houdbaar te houden. Naast de verwerking van kaas levert A&D ook aan bijvoorbeeld de markthandel en sinds kort ook aan particulieren.